Yo mensen, what up? Lars hier, oftewel Hyperlars, en vandaag weer een nieuwe commentary en gameplay. Het is vandaag op de map Raid en dit is een... ik denk een weekje geleden of zo dat ik deze heb gehaald en... het was even een potje solo en dan kan nuclear en... Dat was het eigenlijk heel erg basically. Ik ben een beetje out of gameplay, dus boeit ook niet meer. Want Cold Coast is bijna uit en ik heb het hier de laatste paar dagen al heel erg veel over gehad. En ik weet het, maar... Ik heb gezegd op Twitter, als je me nog niet volgt trouwens op Twitter, moet je even doen. Ik heb bijna 900 followers op Twitter. En daar tweette ik dat ik vandaag een hele leuke commentaar, gewoon puur voor mezelf eigenlijk een beetje. Want ik heb een heel leuke verrassing, dat is meer voor mezelf zo, niet echt speciaal heel voor jullie. Maar wat dat nou allemaal is, zeg maar. Want ik moest mijn mond erover houden. Ik mocht nog niks zeggen, zeg maar, erover. En wat het leuke is, is dat ik op de Call of Duty Ghost, wanneer die uitkomt, dus dat is maandagnacht, meeste van jullie, of sommige van jullie gaan dan naar de nachtrelease bij de Game Mania of bij de Portsmouth, weet ik veel waar. Ergens gaan jullie naar de nachtrelease of jullie gaan de volgende middag, ochtend, whatever, halen. Dinsdag of zo. En het leuke wat bij mij is dat ik ben uitgenodigd door Jamie Westland. Ja, de drummer van Direct, die mij al meerdere maanden volgt op YouTube. En dat is heel erg leuk. Natuurlijk dat als eerste, dat is heel erg leuk. Ik zou zijn Twitter link ook even in de beschrijving zetten. Dus hij volgt mij al een tijdje. Dat is heel erg leuk. Veel League of Legends gespeeld, een paar keer tegen me gespeeld en... Wat je zou verwachten van een artiest, dat hij niet heel erg goed is. Maar dat zijn ze wel. Dus ze zijn echt heel goed in Black Ops 2. En dat is geen smoes of weet ik veel wat, een beetje slijmgedrag. Maar ze zijn echt goed. Ze hebben zelfs van iPro gewonnen een keer in een scrim en zo. Dus whatever. En het was dan wel met een vriendenteam. Maar whatever. Ze hebben het toen van ons gewonnen. Dus in competitive dan. En ze zijn hartstikke goed. En daarmee ga ik dus ook mee met Jamie Westland. Met Almighty Big DD. Of nu Daredevil. En hij gaat mee. Hij zal bij Almighty dus... weet ik veel. Farika Ossers of zo was dat. En dat is een Nederlands pro competitive team. Dat ook mee heeft gedaan. De Cold Championships. Bla 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 bla. Hele goede speler dus. Jamie Westland natuurlijk. En nog drie van zijn maatjes volgens mij gaan mee. En... daarmee gaan we dus tegen, of als team op Cold Ghost, gaan we die hele avond, maandagavond, vanaf, weet ik hoe laat, 10 uur of zo zouden we gaan spelen, gaan we tegen allemaal andere BN'ers spelen. Zoals Sterretje van Gerso. Daar gaan we tegen spelen, met zijn team. We gaan tegen Ruud Veldkamp, die tussen aanhalingstekens hunk, want ja, dat is een beetje homo voor mij om te zeggen dat een... Hunk is, maar hij speelde GTST en daar gaan we dus tegen spelen met zijn team. Ik heb geen idee wie hij allemaal heeft gekozen en zo. Dat ging allemaal via Twitter en zo. Tegen hem met zijn team Sterretje, dus van Oer Gerso. Dan heb je nog Negative, de rapper. Hij met een heel team, dat is ook best wel leuk. Volg hem ook op Twitter, bla bla. Gewoon heel erg leuk dat we tegen hem gaan spelen. En dan nog Dennis Wening en Ari. Nog wat. Komen of zo, weet ik wel. Zoiets. Dennis Wening die presenteert... hoe heet dat ook weer? Expeditie Robinson volgens mij. En daar gaan we dus ook tegen spelen met zijn team. Dus dat is heel erg leuk. Dan gaan we gewoon de hele avond... Gaan we naar het eiland Pampus volgens mij. En dan treedt ook nog Nicky Romero op. Die Nederlandse DJ. En dat is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon helemaal vissa in Amsterdam op het eiland Pampus. En dan krijgen we gratis drinken, krijgen we gratis Call of Duty Ghost. Dus dat is heel erg leuk. Het is gewoon heel erg sick om daarbij te zijn. Ik bedoel, zoiets doe je normaal niet echt. Ik hoop dat jullie van deze commentaar en gameplay hebben genoten. Dat is wat ik had te melden. En ik zie jullie allemaal bij Call of Duty Ghost. Adios, amigos.